Ik Vernaat, de winnaar van de 24e editie van het Flanders Horse Event Jumping Beervelde Grand Prix 3 ster. Hoe voelt het? Fantastisch. 3 sterren grote prijs winnen voelt altijd goed. Maar hier is het toch iets speciaals voor mij, omdat het een beetje een thuiswedstrijd is. Ik ben hier al vanaf de eerste editie. Ik denk als ik de eerste keer dat ik hier gereden heb, was ik 10 jaar, denk ik, met mijn ponies. En sindsdien ben ik hier elk jaar geweest. En hier is een grote prijs winnen. Dat is gewoon fantastisch. Kortom, eentje om in te kaderen. Frederik, hoe voelde het aan het basisparcours? Een pittig parcours, mag ik wel zeggen, van Louis Konings. En dan die barrage. Speciaal tactiek gebruikt? Of? Gelijk op dat je zei, het parcours was heel pittig. Stond heel hoog en breed en was echt een schoon proef. De barrage kwam een paar sprongen heel goed in het parcours. Het gevoel was echt super. Dat hij in de barrage 0 ging springen, die kans was groot voor het gevoel. Ik heb niet alle risico's op snelheid genomen, omdat die voor mij allemaal in de fout waren gegaan. Ik heb wel overal de korte wendingen gepakt, maar niet echt voluit in de galop. En hij liet alle paaltjes boven en dat was voldoende voor de woorden. Speciaal toegetraind naar deze wedstrijd, Jumping Beervelde? Toch wel een beetje. Maar hij is al de laatste weken is hem al heel goed aan het springen. De vorige dagen sprong hij hier ook goed. Vrijdagavond kreeg hij 1 foutje in de dikke proef, maar was het gevoel echt goed. Vandaag was hij gewoon in topvorm. Je zegt het zelf, je bent ruiter van het eerste uur hier in Beervelde. Wat maakt deze show zo speciaal voor u? Wat maakt deze show zo speciaal? Er is hier altijd heel veel volk, heel veel publiek. Het publiek is ook heel enthousiast. Er is heel veel sfeer altijd. De organisatie is top in orde. Alles is tot in de puntjes perfect geregeld. Het is heel plezant om hier te mogen rijden. En wat staat er nu voor u en Dieu merci nog verder op de agenda? Volgende week ga ik nog de 3 sterren van Opglabeek rijden. En dan hoop ik dat ik misschien Brussel kan rijden. En misschien is een 5 sterren in Waregem. Dat zou een doel zijn. Dankjewel. Alsjeblieft.